Dit ben ik, Jan, de PannenTV-man. Ik heb een passie voor voetbal. Op mijn 14e werd ik keeper omdat ik geen peer raakte. Sinds die dag heb ik de droom om profkeeper te worden. En dat gaat me lukken ook. Maar hier moet ik hard voor trainen en daar heb ik hulp bij nodig. Ik kan wel aardig een balletje trappen, maar ik moet het vooral hebben van te vangen. Om mijn droom werkelijkheid te laten worden, ga ik door het hele land om mij de kneepjes van het vak te laten leren. En misschien komt mijn droom wel uit. Vandaag zijn we in Amsterdam met Sarah van Veenendaal, keeper van het Nederlands elftal. Ik ga met haar een keeperspraatje maken en zij gaat mij tips geven voor de reflex. Oké, nou, we gaan vandaag gaan we proberen om jouw reflex te verbeteren. En er zijn eigenlijk twee dingen die belangrijk zijn die je moet onthouden als je echt die reflex zeg maar wil maken. Dat is één, positie, en twee, dat je stilstaat. Dus waar sta je in de goal en wat doe je op welk moment? Dus we gaan tegenover elkaar staan. Ja. Jij gooit zo meteen die bal gooi je op de grond, maar je laat hem gewoon vallen. Ja. En ik gooi jou de bal in je handen. Start. Ja. Ja. Deze kan je wel, hè? Ja. Oké, we gaan hem iets moeilijker maken. Je gooit die bal omhoog en je krijgt mijn bal, je gooit hem iets voor je, zodat je hem niet op hoeft te vangen. En ondertussen vang je mijn bal. Okay. Dus hetzelfde als wat we deden. Ja. Oké, nu ga je deze bal stuiten je. Je vangt mijn bal, je vangt, gooit hem terug en ondertussen ga je die bal opvangen. Oké, gaan we proberen. Ja. Die bal moet je naar mij gooien, hè? Want ik gooi hem die eens op de, laat die eens vallen. Die gooi je terug. En dan vang je die bal op. Oké. Ja. 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 Oh, jongen, wat slecht weer. Nadenken en reflex tegelijk. Als je dat zeg maar steeds verder gaat ontwikkelen, dan wordt je reflex zeg maar steeds sneller. Want je moet steeds sneller handelen en denken. Dus bam, bam, bam. Oké, we gaan hem nu anders doen. Okay. Jij gooit die omhoog en ondertussen vang je mijn bal en gooi je hem terug. Ja. Dit is echt... Ja. Wow. Wow, dat is echt. Ik snap het echt niet. Ja. Ja! We hebben hem. Beter. Ja, je bent geslaagd. Mooi. Dit zijn hele kleine vormpjes, maar dit zijn wel vormpjes waardoor je zeg maar leert van... Hoe kan ik op welk moment zeg maar handelen en hoe reageer ik? Dus het lijken hele simpele vormpjes en je hebt natuurlijk nog veel meer van deze. Maar dat is wel wat je kan oefenen om echt die reactie zeg maar zo snel mogelijk te krijgen. Dus ja, als ik je één tip mag geven in de korte tijd zeg maar die we hadden. Dit soort vormpjes gaan uitbreiden en steeds ingewikkelder gaan maken en steeds meer met hoge stuit teruggooien. Ja. Dat soort dingen. Hoe leef je naar zo'n wedstrijd toe? Kan je even mij een dag omschrijven hoe dat gaat? Je wordt wakker of heb je de avond ervoor al veel spanning? Valt wel veel mee bij jou? Nou, we trainen altijd de dag van tevoren in het stadion. Dus dat is een moment dat je al eigenlijk vooral kan genieten van wat voor stadion is het. Je kan al gaan visualiseren hoeveel mensen er gaan komen. Je weet wat voor veld er ligt. Dus dat zijn al allemaal dingen die je al weet. Als wij... De avond voor de wedstrijd hebben we altijd onze laatste bespreking. Dus dan weten we de definitieve opstelling. We weten eigenlijk alles wat er is besproken wordt nog een keer herhaald. Dat is eigenlijk de afsluiting voor alle informatie die we van een tegenstander krijgen. Ja. Nou, en dan eigenlijk als ik wakker word, dan, dan gaan we ontbijten met de hele groep. Wandelen, bespreken van de spelervattingen. Dat zijn echte details. Ja. Vervolgens gaan we lunchen, hebben we rust. Dat is ook altijd fijn, dan kan je nog even een momentje voor jezelf hebben. En dan is het sportmaaltijd en gaan we richting de wedstrijd. En we hopen altijd dat we toch wel 20 minuten in de bus zitten. En dan kunnen we nog even muziek luisteren. Mm-hmm. En kan je nog even in je eigen zone zeg maar, komen. Ja, inderdaad. Ja, en dan is het tijd om te gaan. Ja. Heb je nog bepaalde ritueeltjes voor de wedstrijd? Of doe je echt totaal niet aan? Nou, ik doe wel linker schoen eerst aan, linker sok eerst aan, linker handschoen. Ja, ik heb wel alles links eerst. Ja, ja, ja. Maar verder heb ik niet heel veel speciale rituelen eigenlijk wat ik doe. Okay. Zien jullie jezelf als favoriet in de groep? In de groep? We hebben wel een
een uitdagende groep in ieder geval. Nieuw-Zeeland, fysieke tegenstander, Cameroen. Weten we niet heel goed wat we daar nog van kunnen verwachten. Canada, top tegenstander. Maar ik denk wel, als je naar de namen kijkt, dat we wel een van de favorieten zijn. En ja, wij willen het natuurlijk gewoon graag goed doen. Ja, ik denk sowieso dat je dat al over jezelf hebt afgeroepen door het winnen van de WK. Ja, precies. Dus voel je nu al een bepaalde spanning? Hoe dichterbij het komt dat je denkt van... Je zit nu wel in een fase dat je het seizoen gaat afronden bij je club. En, nu gaat het om de prijzen. Precies. En dat we echt toewerken naar een WK. Dus nou ja, spanning nog niet, maar ja, het komt wel steeds dichterbij. Het leeft wel steeds meer. Precies. Ja. Dus het wordt ook wel gewoon steeds leuker nu. Oké, dankjewel. Jij bedankt en ja. Succes. Ja, succes. En ik ben heel benieuwd als ik over 2 jaar weer terugkom of je ze dan allemaal hebt geoefend en ga ik mij gaat laten zien hoe het moet. Ja, dankjewel. Heel succes nog. Ja, jij ook succes.